Ja hoor. Lekker zeker. Ja, lekker. Echt afgesloten. Lekker zeker. Ja, stuur mee. Ja, de honderd de politie en trokken. Gisteren met de meerdere. Lisanne, u wil ik. Dankjewel. Hé, ik heb 2, 3, 4, 5, ik weet niet precies hoeveel nieuwe artiesten. Ze gaan een liedje voor ons doen. Dat heet de Corona-song. Het vaccinatielied, mijn excuses. Jij wil even wat zeggen, Ferdinand? Huishoudelijke mededelingen? We vragen een klein beetje afstand te houden. Klein beetje. Ik ga niet meer wat ik net zeggen, toch? Nee, maar mensen, wel even een ander dingetje. Pas even op met de biertjes, de jointjes en alle andere versnaperingen, weet je wel, waar we het goed op doen. Een beetje op de lolo. Oké, mensen, hier komen de dames van het corona... Vaccinatielied! Staan op Malieveld als activist. Ik ben een activist geworden en jullie ook. Jullie zijn... Want wij geven allemaal een stem en wij zijn ook allemaal zichtbaar. We worden gehoord en gezien, allemaal. Mijn oma die woonde in Rotterdam met haar familie aan de straatweg. De straatweg, ja, het is een monumentaal pand. Daar hebben ze nu een hele leuke villa van gemaakt. Alleen de voorpui laten staan, maar. Mijn oma zat ook in het verzet. Het gewapende verzet. Ja, ik denk dat ik het van haar toch een beetje in mijn DNA heb. Zij smokkelde wapens in een kinderwagen. Het is een hele andere situatie. Heel veel media zegt ook, je mag het niet vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Maar we zitten in een derde wereldoorlog. We willen geen vaccinatie, we willen in ieder geval een keuze hebben. En daarom had ik een oproep gedaan op Facebook voor een liedje Vaccination. Want iemand zei, ik hoor de hele tijd vaccinatie. Ik denk, ach ja, je hebt gelijk. Dus ik postte en Lisa de Boer, kom eens hier Lisa, die had binnen 2 uur de tekst geschreven en ingezongen. Ik denk, nou ja, en ik denk, ik hou van dansen, laat ik een demo-team bij elkaar brengen. Margot, applaus voor Margot. En hier ook voor deze andere mooie zusters. We gaan het vaccinatielied zingen, het is heel makkelijk. Dus vaccinatie, dat willen wij echt niet. Dus je kunt heel makkelijk meezingen. Wat willen we wel? Onze vrijheid. Wat willen we wel? Onze vrijheid. Dus dat is de tekst, niet moeilijk. Ja? Gaan we door. We doen ons best. Vaccinatie.
Geweldig. Het is vaccinatie nu, nou vergeet ik het nooit meer. Mensen, heel even een huishoudelijke mededeling. Als jullie, is dat, als ik zeg rechts, is dat dan voor jullie links of hoe zit dat? Ja, hè? Als jullie daar kijken in ieder geval, daar zit ergens, geloof ons kabinet. Dan zitten de mensen die pretenderen het goed met ons voor te hebben. Maar deze mensen die vinden het wat minder dat wij zo dicht op elkaar staan. En weet je wat we gewoon gaan doen? We gaan er gewoon een spelletje van maken. Voorste rij, klein stapje uit elkaar. Klein beetje bewegen. Kom op, ik ga niet verder, want de hele zooi gaat dicht. Dus probeer een klein beetje de ruimte. Probeer een klein beetje de ruimte te zoeken, doe dan van mij. Ja, maar we sturen daar toch tegen? Op de dienst willen jullie de mensen een klein beetje helpen om een klein beetje afstand van elkaar te bewaken. Ook mijn grote vrienden hier op de voorste rij. We moeten een klein beetje uit elkaar, want anders gaat het dicht. Ja, wie zegt dat? Hoe heet dat? Hey, wat gaat er? Luister naar Abe. Ja, luister naar Abe. Ik zie niemand bewegen. Wij willen dit ook niet, maar het moet. En we willen het gewoon afmaken met elkaar. We willen met z'n allen alle sprekers de kans geven om hun boodschap te vertellen. Het wordt gefilmd en het mag het hele land over vervolgens. Maar wij moeten dat nu even faciliteren door een beetje afstand te nemen. Dus alsjeblieft, neem een beetje afstand. Dus daar veel ruimte. Ga een beetje naar achteren. Iedere keer een nieuw. Mensen, neem je afstand. Top. We gaan het samen doen. Yes, yes! Hey, ik hoorde net een liedje. Die ging als. Hans, pas op. Wij zijn Nederland. 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 Yes, yes. Oké, mensen, hou een beetje rekening met de afstand. En doe dit dan voor Nederland, zodat die mensen hun verhaal kunnen vertellen. Dat de NBO het kan filmen. Let's go! Oké, wij gaan door naar de volgende op het programma.
Ik heb deze mevrouw gisteren nog gesproken aan de telefoon. Het is een oud medewerker van het RIVM, en deze keer is het wel goed. En zij heeft ervoor gekozen om haar baan neer te leggen, omdat ze zegt, deze shit deugt niet! Omdat ze zegt, deze shit deugt niet! Mag ik een duidelijk applaus voor Jelleke Fakker! Heel veel, zie je. Super dat jullie er allemaal zijn. En ik ga even mijn verhaal vertellen. En we gaan even kijken wat jullie ervan vinden. Voordat ik bij het RIVM kwam werken, dacht ik, dit is een instituut dat alles weet over gezondheid. Hier hebben ze verstand van zaken. Ze zijn kritisch en ze denken over alle facetten van gezondheid. Met deze intentie kwam ik in 1988 bij het RIVM terecht. Toen ik uit de horeca kwam. Ik kwam op het laboratorium te werken. Ik deed intern een opleiding en ik heb jarenlang een diagnostische test uitgevoerd. Het bepalen van antistoffen en van difterie en tetanus. Later voerde ik ondersteunende werkzaamheden voor artsen in opleiding uit, deed ik kantoorwerk en in 2009 hoorde ik voor het eerst over vaccinatieschade. De enige schade waarvan ik tot dan toe had gehoord was een rode plek en koorts. Ik schrok enorm van het verhaal van Freek Hagoort. Dat hebben jullie vast allemaal een keer meegekregen. Freek Hagoort, die 3 dagen na gevaccineerd te zijn geweest, is overleden. Inmiddels is vast komen te staan dat het niet na vaccinatie, maar door de vaccinatie is gebeurd. Belangrijk om te weten dat dit nooit door het RIVM is erkend, maar wel door een onafhankelijk anatoom-patholoog. Ik wist niet wat ik hoorde. En het eerste zaadje is bij mij gezet, geplant. Ondertussen werden ook mijn kinderen, 4 stuks, gevaccineerd. Ik hoorde in de koffiekamer bij het RIVM over Desiree Reuven. Hebben jullie misschien ook wel eens van gehoord? Wat mijn collega's over haar vertelden, dat was niet mis. Zij zou een gevaarlijke complottheorist zijn. Gezonde nieuwsgierigheid zorgde ervoor dat ik meer over de andere kant van vaccinaties ging lezen. Ik heb veel van artsen, gepensioneerde artsen en onderzoekers gelezen. Ik heb heel veel YouTube-filmpjes gekeken van artsen. Veel onderzoek gedaan, veel lezingen bezocht. Ik werd erg geraakt door alle verhalen en de vele bewijzen die de onwetendheid van collega's. In 2008 was mijn jongste dochter 9 jaar. Ik heb lang getwijfeld of ik haar de laatste BMR-vaccinatie zou geven. Ik heb dit toen niet gedaan. Ik heb lang getwijfeld of ik haar de laatste BMR zou geven. Oh, dat had ik al gezegd. Het voelde toen niet goed meer. Ondertussen ging mijn werk op het RIVM gewoon door. Maar ik kreeg steeds meer informatie over de negatieve effecten van vaccinaties. Vaker hoorde ik tijdens de vergaderingen spreken over het nog jonger vaccineren. En hoe ze de populatie nog beter zouden kunnen beschermen tegen infectieziektes. Doordat ik me bezig ging houden met de andere zienswijze met betrekking tot het behoud van gezondheid, raakte ik steeds meer vervreemd van de manier van het RIVM. Hoe zij naar gezondheid keken, of beter gezegd, ziekte kijken. Eind 2012 zag ik de 3 uur durende dialoog van John Consmulder met Desiree Reuven, door Frankema, die straks gaat spreken, en dokter Hans Molenburg. Hierna werd er nog meer duidelijk. Het gedrag van mijn kinderen na vaccinatie. Het hersenhuilen. De motorische achterstand van mijn oudste dochter. Ik moest ineens zo huilen. Al die onwetende ouders.
De kinderen. De kinderen die sterven na vaccinatie of schade oplopen. En ik werkte hier aan mee. Hoe kan ik dit blijven doen? Na alles wat ik nu weet. Ik kan dit niet meer, zei ik tegen mijn man. Ik wil weg daar. Het RIVM draagt niets bij aan ware gezondheid, maar maakt kinderen ziek. Ik wil hier geen onderdeel meer van uitmaken, dat is wat ik dus zei. En als ik dit alles eerder had geweten, had ik dit nooit gewild. Het was na de kerstvakantie toen ik mijn ontslag heb aangeboden. Op 1 maart 2013 eindigde mijn dienstverband. In juni zou ik er 25 jaar gewerkt hebben. Door wat ik zelf aan onderzoek heb gedaan, steeds de rode draad volgend, connecting the dots, ben ik erachter gekomen dat het RIVM niet het instituut is waarvan je zou denken waarvoor het zou moeten staan. Voor de gezondheid van onze kinderen. Dit doe je bijvoorbeeld wel door het versterken van het immuunsysteem via het innemen van volwaardige voeding. Dit doe je niet door het inspuiten van chemicaliën en met niet lichaamseigen DNA en RNA. Hier ga ik nog even verder op in. Want waarom zit er eigenlijk menselijk DNA in babyvaccins? De Nationale Orde van Biologen heeft zelfs hele grote hoeveelheden DNA aangetroffen toen zij het Priorix Tetra vaccin, mazelen, rode hond en waterpokken analyseerden in één grote partij gevonden. 360.000 menselijke foetale cellen in het vaccin. Waar komt dit vandaan? Kun je jezelf afvragen. Het komt uit de menselijke cellijn waarop het virusvaccin wordt gecultiveerd. Deze vaccinvirussen worden verzwakt tijdens het fabricageproces. Het kweekmedium wordt normaal gesproken gefilterd om de cellen te verwijderen die tijdens het fabricatieproces gebruikt werden. DNA van deze cellen zouden nooit gevonden mogen worden in een voltooid vaccinproduct. Deze analyses onthullen substantieel meer sporen van het menselijk DNA tot wel 88%. Van het totale aantal DNA in het vaccin. Het geobserveerde DNA in deze vaccins is de MRC5-cel-DNA. Oorspronkelijk van een mannelijke foetus, geaborteerd met 14 weken in 1966. De cellen kwamen uit zijn longen en werden onsterfelijk gemaakt. Met andere woorden, ze werden kankerachtig gemaakt, zodat ze voortdurend zouden kunnen blijven reproduceren. Virussen kunnen op deze cellen gekweekt worden, want een virus moet om te kunnen produceren een cel koloniseren. MRC5-cellen staan in de bijsluiter van het vaccin, maar niet als ingrediënt, maar alleen als overblijfsel van fabricage. Wat zijn nou de risico's? Dat weet eigenlijk niemand, want het zou er helemaal niet in moeten zitten. Volgens Theresa Dijzer, bioloog, is het een niet onderzocht risico. Maar wat we wel weten, is dat het DNA in het vaccin zit, zich kan mengen met het eigen DNA van het kind, waardoor er mutaties en ziektes kunnen ontstaan, zoals kanker en autisme. Kinderen met autistische stoornissen hebben antistoffen tegen het menselijk DNA die niet-autistische kinderen niet hebben. Bovendien werden er nog andere vervuilingen aangetroffen in deze vaccins. Incidentele dierenvirussen, chemicaliën en medicijnen. Maar het rode hondvirus wat erin had moeten zitten, dat zat er niet in. Dus je kunt jezelf afvragen, zijn deze vaccins veilig en effectief? Nee. Is dit ethisch? Nee. Dit is wat ik mensen wil laten weten. Onderzoek zelf de risico's van vaccinaties. Neem niets klakkeloos aan,
wat het RIVM of de media jou wil vertellen. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en die van je kinderen. Kost de bevolking honderden miljoenen euro's per jaar, jaar in, jaar uit. We staan er niet bij stil, maar de kosten van een vaccinatieprogramma stoppen niet bij de kosten van het vaccin. De belastingbetalers, u en ik, betalen niet alleen de vaccins, maar ook de salarissen van de artsen die ze toedienen. En de huisvesting en het onderhoud van consultatiebureaus. En dat geldt in meer of mindere mate ook voor de huisvesting en salarissen van de beleidsmakers, de werknemers bij het RIVM, de Gezondheidsraad, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en het Bijwerkingencentrum Laren. Daarbovenop komen nog de kosten voor het behandelen van de wel of niet erkende vaccinatieschade. Het is niet gratis, maar de kosten, dat is een van de dingen waar we het gewoon niet over hebben. Laat staan dat we het hebben hoe we dit geld anders kunnen besteden. Wat zou er gebeuren? Dat is een vraag die ik me altijd afvraag. Wat zou er gebeuren als we al die miljoenen, al die miljarden die we besteden aan het bestrijden van infectieziektes, als we die besteden aan het creëren van gezondheid. Een witte leugen is veel subtieler. Er wordt iets gezegd, maar de belangrijkste informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld vaccins zijn heel goed onderzocht. Door wie? Dat is wat ontbreekt. Wie heeft het uitgevoerd? Wie heeft het betaald? Wie heeft de criteria vastgesteld? Heel goed onderzoek is een wassen neus als er sprake is van belangenverstrengelingen. En die zijn er in hoge mate. De website van het RIVM is wat mij betreft één grote witte leugen. Vaccineren is geen keuze in Nederland. Het is gebaseerd op angst en onwetendheid. Om een keuze te kunnen maken, hebben we alle informatie nodig die alle kanten van de zaak belicht en die alle mogelijkheden benoemt. Maar die krijgen we niet. Wat we krijgen is rijksvoorlichting over het rijksvaccinatieprogramma. In de volksmond heet dat Rijk van WC Eend adviseren WC Eend. Op de website van het RIVM ontbreken bronvermeldingen.
Het RIVM kan alles zeggen. Het valt niet te controleren, want de bronnen ontbreken. We moeten maar geloven dat het waar is wat er op de site staat. Het RIVM is, het RVP is tenslotte gebaseerd op vertrouwen. Maar hoe lang blijf je vertrouwen op een instantie die niet transparant is en die bovendien een agenda heeft? Een vaccinatiegraad van 95%. In 2019 stond het volgende bericht in het Algemeen Dagblad. Uit onderzoek, uitgevoerd door het opiniepanel van Eén Vandaag onder ruim 32.000 mensen, blijkt dat meer dan een derde van de jonge ouders, van ouders met jonge kinderen, geen vertrouwen heeft in informatie van de overheid over de noodzaak van inenten. Ouders vinden de informatie van het RIVM over inenten onvolledig en twijfelen aan de onafhankelijkheid van het instituut. De ouders hebben meestal gelijk en in dit geval is dat ook zo. De voorlichting van het RIVM is manipulatief. De angst voor ziektes wordt aangezet en de risico's van het vaccin worden gebagatelliseerd, onbelangrijk gemaakt, alsof ze niet bestaan. In een van de gesprekken die de Stichting Vaccinvrij met het RIVM heeft gevoerd, heb ik gevraagd wie ik aan kan spreken op de inhoud van de website van het RIVM. Dat wisten ze niet. Kennelijk is er niemand die zich moet kunnen verantwoorden naar de bevolking toe. Er werken 80 mensen bij het RIVM aan de website. En er zijn 3 belangrijke bronnen waarop zij zich baseren. 1. De stand van de wetenschap. Die wordt bepaald door de farmaceutische industrie, dat weten we. 2. Niet schrikken, Stanley Plotkin. Een man, een monster vind ik het, die onder ede heeft verklaard dat hij vaccinexperimenten heeft uitgevoerd op 1 miljoen kinderen in de derde wereld. En die bedacht heeft dat we vaccins kunnen kweken op de cellijnen van geaborteerde baby's. En de derde bron, dat is de WHO. Een logge bureaucratische instantie die door niemand wordt gecontroleerd. En die het wereldwijde vaccinatiebeleid heeft gekaapt. Het RIVM zou de WHO moeten controleren. Maar in plaats daarvan laat het RIVM zich controleren door de WHO. Op rijksvaccinatieprogramma.nl van het RIVM staat het volgende. Deze website is aangesloten bij Vaccine Safety Net. Een wereldwijd netwerk van websites die wordt geëvalueerd door de Wereldgezondheidsorganisatie die betrouwbare informatie biedt over de veiligheid van vaccins. Ik waag het te betwijfelen. De grootste financierder van de WHO is Bill Gates. En daarnaast wordt de WHO ook gefinancierd door grote banken en farmaceutische bedrijven. En het advies van de WHO dat de vaccinatiegraad wereldwijd 95% moet zijn, is goed voor een jaarlijkse gegarandeerde omzet van miljarden dollars, waar de donateurs vast blij mee zijn. Van Bill Gates weten dat deze man geen medicus, maar een zakenman en een van de rijkste mensen op aarde, zijn geld gebruikt om invloed te kopen. Zijn naam duikt overal op. Hij financiert, subsidieert, doneert aan alles en iedereen die hij voor zijn karretje kan spannen. Ook de media. Op de website van de Stichting Vaccinvrij staat veel informatie over Bill Gates.
en ook over de WHO en het Global Vaccine Action Plan. Dit is een 10-jaren plan en een van de vele plannen die zonder enige media-aandacht over de bevolking worden uitgerold. Het doel van deze plannen is de hele wereldbevolking van de wieg tot het graf te injecteren met vaccins waarvan we het wetenschappelijk bewijs dat het veilig is, maar niet boven water krijgen. Het RIVM is zeer machtig. Zij informeert niet alleen de ouders, maar ook journalisten, politici en consultatiebureauartsen. Elk jaar organiseert het RIVM een vaste prikdag. Dat is een nascholingsdag voor artsen die werkzaam zijn op het consultatiebureau. Ik ben er meerdere keren aanwezig geweest en zat daar met kromme tenen, want artsen worden net zo eenzijdig en onvolledig geïnformeerd als ouders. Op de vaste prikdag in 2018 werden artsen opgeroepen om zich te scharen achter het standpunt van hun beroepsgroep dat het bewezen is dat vaccineren veilig is. Dit wordt geleerd aan artsen en dit is wat artsen op het consultatiebureau vertellen aan ouders. Want als we werkelijk zouden vertellen wat er ingespoten wordt en wat de risico's daarvan zijn en hoe brak het wetenschappelijk bewijs is, we hebben het nog steeds niet, maar maar misschien kunnen we het nog ergens vinden ooit. Maar als dat niet zo zou zijn, dan zou die vaccinatiegraad nooit op 95% blijven. Waar is dit bewijs? Zo langzamerhand is iedereen er naar op zoek. Op 24 augustus 2018 heeft de Stichting Vaccinvrij met een WOP-verzoek gevraagd om het openbaar te maken. De overheid is verplicht om op een WOP-verzoek binnen 4 weken antwoord te geven. En je zou mogen verwachten dat als dat bewijs er is en als het RIVM dit vertelt aan artsen, dat ze zich moeten scharen onder een standpunt van de beroepsgroep die dit zegt dat het bestaat, dan zou je verwachten dat je dat met een druk op de knop van de computer naar boven kan halen. Het is een slepend traject en we zijn inmiddels 2 jaar verder en het bewijs is nog niet boven water. Kort geleden is de stichting naar de bestuursrechter gestapt en is er een juridische procedure gestart. Het laatste nieuws is dat het RIVM in september dit bewijs gaat overleggen. We zullen zien. We houden u op de hoogte. Alles is de komende maanden in een stroomversnelling terechtgekomen. Als er iets goed is aan de COVID-crisis, of liever gezegd de crisis die wordt veroorzaakt door de maatregelen, dan is het dat mensen in snel tempo wakker worden. We zijn geen kinderen en we hebben genoeg van witte leugens en bangmakerij. Het RIVM dient nu helderheid te scheppen naar artsen en ouders en de hele Nederlandse bevolking over de wetenschappelijke onderbouwing van de veiligheid van vaccins. En het RIVM dient helderheid te scheppen over de wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit en de noodzaak van de maatregelen tegen COVID. Zo niet, dan is de rol van het RIVM uitgespeeld. Er is een tijd geweest dat de bevolking blind vertrouwde op autoriteiten. Maar die tijd is voorbij. Informatie dient transparant en controleerbaar te zijn. We willen kunnen meedenken. En als dat niet het geval is, dan is het onverantwoord om het RIVM blindelings maar te blijven volgen. Inderdaad.
Want we lopen met mondkapjes voor en oogkleppen op de afgrond in. Wat ik heb gezegd over het RVP zie ik ook gebeuren met COVID-19, maar dan nog veel erger. Straks komt er een mRNA-vaccin, een nieuwe technologie die nog niet bewezen is. En we zien precies hetzelfde. Er wordt angst gecreëerd voor de ziekte en er is geen enkel bewijs voor de veiligheid van het vaccin. Maar deze dag geeft me wel heel veel hoop en vertrouwen. Er gebeurt zo ontzettend veel op dit moment. Zoveel prachtige interviews, prachtige websites, prachtige initiatieven. Alsjeblieft, maak er een gewoonte van om informatie met uw dierbaren te delen. Stuur de filmpjes door, houd het gesprek gaande. Want verandering begint met bewustwording. Moeite maar zo naar kijken. We staan voor een gigantische uitdaging. We zullen nieuwe wegen moeten vinden die gebaseerd zijn op transparantie, keuzevrijheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor gezondheid. Maar als ik zie wat er op dit moment gaande is in de maatschappij, hoe de mensen opstaan en wakker worden en actie ondernemen, dan geeft mij dat het vertrouwen dat die wegen op dit moment aan het ontstaan. Wij zijn de verandering. Dank u wel. Precies is gebeurd, maar ja, ik zie er een beetje anders uit dan net. Een beetje terug naar mijn eigen roots of zoiets. Ook een keer te goed voor me. Hé, ik wil de meiden aankondigen van het Stoepkrijtliedje. Lieve mensen, Sylvia van den Doorn, die de Stoepkrijtrevolutie is gestart, omdat op 20 juni, de dag voor de demo die niet door mocht gaan, er hartjes werden gestoepkrijt hier langs het Malieveld, waarvan het stoepkrijt door de politie in beslag is genomen. Ja, precies. Stoepkrijt, hallo, waar hebben we het over? Sylvia kan hier helaas vandaag niet bij zijn. Haar dochter gaat trouwen, geldige reden zou ik zeggen. Wel heeft zij mij nog een aantal woorden gestuurd, of ik die even wou doorgeven. Bij deze, ons wapen, krijt, is dan wel zacht, maar onze woorden zijn vlijmscherp. Stoepkrijten kan altijd. Mocht er een zwarte dag komen waarop er weer eens niet gedemonstreerd mag worden, spreek je dan uit, pak je stoepkrijt, laat je zien en laat van je horen. Stoepkrijtrevolutie! Dames en heren, even een momentje. Let een beetje op het drank- en drugsgebruik. Komen toch wat berichten binnen dat het erg gezellig is, ergens hier op het veld. Dus let er een heel klein beetje op. En let een beetje op de afstand. Dat is een melding die wij elke keer weer moeten maken. Dus. Het Stoepkrijtliedje! Is blijkbaar verboden. Echt waar is dat?
geen vandalisme is. Liefdevol protest moet toch gewoon kunnen. Er is een stoepkrijtrevolutie. Krijten vanuit liefde. Stoepkrijtrevolutie. In regenboogkleuren. De adviezen kloppen niet. De regels zijn tegenstrijdig. Gebruik maken van hetgeen dat is vastgelegd in ons grondrecht.
Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik dacht altijd dat een recht iets was wat niet aangetoond mocht worden. We hebben het immers niet zomaar heel officieel laten vastleggen. Maar tegenwoordig heeft onze overheid, zowel landelijk als lokaal, een hele waslijst aan eisen waaraan je moet voldoen, alvorens je gezamenlijk je mening mag ventileren. En dat in een land waarin we spreken van rechten, zoals vrijheid van meningsuiting, bewegingsvrijheid en zelfbeschikking. Jongens, ik wil even zeggen hoe bijzonder ik het vind dat jullie allemaal hier staan. En ik weet dat er tussen de aanwezigen hier mensen zijn die soms echt lijnrecht tegenover elkaar staan. Het gebeurde zelfs net nog even. Maar vandaag hebben al deze groepen elkaar weten te vinden. En ik ben zo trots dat ik hier deel van mag uitmaken. En kan zeggen dat we met zo ontzettend veel mensen voor elkaar hebben gekregen om niet langer te kijken naar wat ons verdeelt, maar de focus te hebben gelegd op wat ons verbindt. En kort gezegd, lieve mensen, ook voor de mensen thuis, hebben wij allemaal, zonder enige uitzondering, in meer of mindere mate, last van gevolgen van het beleid dat de overheid voert. Vaak wordt ons gevraagd waarom wij hier nou eigenlijk staan. Nou, als je simpelweg eens goed om je heen kijkt en je gaat naar buiten je huis en je kijkt naar de mensen, dan zou je mij die vraag niet moeten stellen. Wat ik zie mensen vereenzamen. Ik zie angst, ik zie wanhoop. Ik zie mensen met steeds minder in de portemonnee, terwijl ze steeds meer werken en steeds meer inleveren. Ik zie mensen die het ontbreekt aan basisbehoeften. En ik heb zelfs mensen zien sterven. Wat ik ook zie, en dit is even vooral naar die mensen daar tussen de bosjes die wij toen straks onder andere met meneer Koops ook al even gesproken hebben. En dat is voor de handhavers onder ons. Dat is een politieapparaat dat zwaar ondermaats functioneert. Ik ben opgegroeid als klein meisje zijnde met het idee dat de politie mij hoorde te beschermen. Ik heb zelfs nog les gehad op de basisschool van een hele aardige wijkagent. Een ander klein meisje, onze Hannie van Burgers in Beweging, die leerde al heel snel dat de politie je niet beschermt. En toen mijn leven en het leven van mijn kinderen in gevaar was, waren jullie er niet. En niet één keer. Herhaaldelijk. En niet alleen bij mij, maar bij heel veel mensen. Weet je wat mijn kinderen geleerd hebben? Dat de politie bevelen krijgt die ze uitvoeren. En dat zij daarbij bijvoorbeeld 's avonds laat in jouw veilige huisje komen, op jouw kamer en je kunnen wegrukken bij je moeder en vader. Maar ook bejaarde mensen die hier tussen stonden, notabene op ditzelfde veld, die met een waterkanon worden weggeschoten. Jongeren wiens been finaal naar de kloten geholpen wordt voor een vergrijp waar jij normaal gesproken een verbaal voor zou krijgen. Een procesverbaal, dames en heren. Tegenwoordig word je afgetuigd. Want bevel, en je zei het goed, is bevel. En jullie doen gewoon jullie werk, toch? En dan hebben we nog mensen die daarover uitspraken gaan doen als zelf schuld en had je maar moeten luisteren naar de politie, enzovoort, enzovoort. Mensen die het dus gewoon goedkeuren dat er geweld gebruikt wordt tegen ongewapende burgers. Mij is altijd geleerd dat geweld een uiterst verdedigingsmiddel is wanneer jouw leven in direct gevaar is. Maar van de politie die hier, betaald vanuit ons belastinggeld, een monopolie op geweld heeft gekregen, keuren we het goed. Serieus, waar de fuck zijn we mee bezig? Politieagenten, die gesproken. En ik weet, heren, hè, jullie twee achter in het hoekje, jullie staan erbij, want ik heb het jullie gezegd. Ik heb jullie gesproken in grote getalen, maar ook jullie kunnen het mij niet meer uitleggen. En wie zijn dan die mensen die demonstreren? En ik wil graag dat die politieagenten vandaag zich heel erg bewust gaan worden van wie zij de laatste tijd zonder blikken of blozen van de locaties afslaan. Want deze mensen, die door de media als gekkies en egoïst weggezet worden en door de thuisblijvers onderverdeeld worden in zij en wij, zijn mensen met oprechte zorgen, oprecht verdriet, oprechte frustratie en oprechte woede. Zo hebben we bijvoorbeeld geweldig geavanceerde zorg.
Echter is deze voor steeds minder mensen toegankelijk, omdat het te duur is. De euro staat boven het menselijk welzijn. En dat moet maar een keer klaar zijn. Maar heel eerlijk, als je even naar elkaar kijkt, dan staan hier zoveel verschillende groepen bij elkaar vandaag. Dat het toch wel duidelijk mag zijn dat er helemaal geen zij en wij bestaat. Er is enkel maar wij. En ja, daar hoort iedereen bij. Ook mensen met een tegengestelde mening. En wij, die egoïsten, hebben maar één echte wens. Op het einde van de dag willen wij dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Iedereen onderdak heeft, iedereen te eten heeft, iedereen de juiste zorg krijgt en optimale kansen heeft om zich te kunnen ontwikkelen. En ongeacht hoe negatief de media ons ook vaker neerzet, wij zullen kritische vragen blijven stellen. En ongeacht hoe vaak u ons ook nog met een wapenstok zult slaan, want u flikte het gisteren nog bij meneer Koops. Zolang wij, het volk, niet gehoord worden, gaan wij helemaal nergens heen. Er blijven protesten komen. Want hoe meer u ons afneemt, hoe meer u dat vuur in ons aanwakkert. U kunt mensen niet eindeloos blijven uitknijpen en hun stem smoren. Wij accepteren dat niet. Wij laten ons niet intimideren. Wij gaan niet wijken. Wij gaan door. Wat willen we? Goeiedag luidjes, ik vind deze opkomst echt schitterend om te zien. Maar helaas hebben wij wel een mededeling. Ze hebben een beetje laten liggen, dus we doen het dan maar gewoon bij deze. Wij willen dat deze demo door kan blijven gaan, dus we zullen echt vragen aan jullie of jullie allemaal gewoon een stuk naar achteren. Jullie weten dat ik er helemaal gewoon schijt aan heb aan die anderhalve meter. Maar dat houdt niet in dat we hier een demo hebben en die gewoon willen laten doorgaan. Dus alsjeblieft, accommodeer even aan die vraag en ga gewoon allemaal een meter of 10 naar achteren van je uit elkaar. Dan kunnen ze niet zeggen en kunnen hier die fucking party doorzetten voor vrijheid! Dankjewel, kerel. Onze volgende artiest, dat is Mau. En Mau heeft hoge plannen en daar ga ik hem wat vragen over stellen. Mau! Yes, yes. Mau, vertel eens, wie ben je, waar kom je vandaan en wat ga je doen? Ik ben Maurus Evers, mijn artiestennaam is Evers. Ik ben singer-songwriter, ik ben hier net als jullie om op te komen voor onze vrijheid. Om te strijden voor een betere wereld, een nieuwe wereld die we met z'n allen gaan creëren. We zijn aan het winnen, ik voel het. Blijf volhouden allemaal mensen. Fantastisch dat jullie er zijn. Ik ben heel blij om hier mijn geschreven lied met jullie te mogen delen. Ik word namelijk ook geraakt door de coronacrisis, maar ook door de milieuvervuiling, oorlogen, propaganda, alles erop en eraan. Het is gewoon too much. Het is gewoon klaar. Het is tijd voor actie om op te staan. Daar heb ik een nummer over geschreven, het heet Hoger Plan. Het heeft een positieve draai, een positieve noot. Laten we relaxed ontspannen, want er is een hoger plan, mensen. Wij zijn het hoger plan. Dames en heren, applausje voor Mau met Hoge Plannen! Succes, man! Mensen, word wakker, sta op, kijk om je heen. Alles draait om geld, een wereld vol geweld. Veel mensen worden ziek, de toestand is kritiek.
en de lucht die is verwelkt. Relax, ontspannen, want alleen dan stel jij jezelf open voor een overdracht. Sas met z'n dansen riepen, corona raakt ons diep. Tijd voor verandering, geen handdoek in de ring en kop niet in het zand. Kom op en red ons land. Samen staan we sterk. De nieuwe wereld is ons werk. Komt ie. Relax, ontspan. Want alleen dan stel jij jezelf open voor een hoger plan. En vraag jezelf af, wat draag ik bij nou? Kom nu in actie. Deze wereld, dat zijn wij. Mensen, wees niet bang. Nee, er is een hoger plan. Aan het eind van deze tunnel schijnt een prachtige rivier. De natuur die is zelf gezet. De wereld is er even. En stel ik om gaan tanken. Het universum moet ze weg. Relax, ontspan, want alleen dan stel jij jezelf open voor een overgang. En vraag jezelf overgang, en vraag jezelf van, wat draag ik bijna? Kom nu in actie, een nieuwe wereld, dat zijn wij. Een nieuwe wereld, dat zijn wij. Dank jullie wel, mensen. Hartelijk welkom allemaal. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik hier mag staan, dat ik dit nummer met jullie mag delen. Gelijkgestemde broeders en zusters, de liefde is de grootste kracht van het universum. Laten we vooral focussen op de positieve nieuwe wereld. Niks van aantrekken van al die bullshit, propaganda. Wij zijn de werkelijkheid, wij zijn de nieuwe wereld. Ik ben ook bezig met een nieuwe EP, als jullie meer van me willen laten horen. Ik ben op Facebook te vinden onder naam Ivers. Dat schrijf je hoofdletter E. Streepje, hoofdletter V, E-R-S, Ivers. Ik deel binnenkort graag met jullie mijn nieuwe geluidsfragmenten. En ik ben natuurlijk ook te vinden op YouTube, Spotify, onder naam Ivers. En de single heet Hoge Plan. We gaan winnen, mensen. Hou vol! Yes, yes, dames en heren, nog één keertje. DJ Sean! Mag ik u voorstellen aan DJ Jean-Germain van Meter?
Ook werd in de Tweede Kamer gevraagd advies over straling niet langer door de telecom te laten betalen, omwille van onafhankelijkheid. Mijn eerste vraag is, wat moet je dan denken van beleid gebaseerd op advies betaald door de industrie? Dan rijst vanzelf de vraag, maar waar baseren die organisaties zich op? Op welke wetenschap? Op welk onderzoek? En ook hier, het is bij straling net zo vaag en willekeurig als bij COVID. We zien om ons heen honderden artsen in België, Oostenrijk en Duitsland alarm slaan over straling. Vele tienduizenden onderzoeken zijn er gedaan naar het verband tussen straling en gezondheid. Mijn tweede vraag. Denken jullie dat al die onderzoeken door al die wetenschappers gedaan zijn zonder enige aanleiding? Zomaar? Eén sigaret maakt nog geen ziekte. En niet iedereen wordt ziek. Toch kan een sigaret niet gezond genoemd worden. Het is bij dit soort vragen dat je bedenkt, hoe beoordeel je wat veilig is en wat niet? Stel dat bij korte straling 1 op de 10 familieleden ziek wordt. Beoordelen jullie dat ook inderdaad als volkomen veilig, ook op de lange termijn? Mijn derde vraag is daarom, is dit een oordeel dat we aan de wetenschap moeten overlaten?
aan economie of techniek? Wat is de rol van moraal en ethiek en wie mag hierover gaan? Staan moraal en ethiek boven wetenschap en economie? Staan ze ernaast? Of spelen zij geen rol? En is techniek iets wat ons overkomt? Kunnen wij zelf niet bepalen wat wij als vooruitgang zien en de richting van onderzoek aangeven? Om hier iets over te kunnen zeggen, moet je wel volledig geïnformeerd zijn over voor- en nadelen. En dan komen we vanzelf bij de rol van pers en media. Met, jawel, dezelfde trucs bij straling als bij COVID. Hoe kun je gefundeerd beslissen als er voor jou bepaald wordt wat je niet mag weten, censuur, of wat je wel moet vinden, eenzijdige berichtgeving, propaganda, of als aan alle ongewenste geluiden, als die worden geridiculiseerd, uitspraken uit hun verband gehaald, framing. Een vierde vraag is daarom, als je dit bedenkt en je hoort dat alu-hoedjes complotdenkers weer wat beweren, durf je dan nog een vraag te stellen? Of is dat dan juist een aanbeveling om nou eens te gaan uitzoeken wat ze zeggen over straling? 75% van de Nederlanders heeft chronische gezondheidsklachten, waarvan de oorzaak vaak onbekend is. Misschien is het een idee om het lijstje van stralingsklachten erbij te halen. Of om, net als de leden van Milieudefensie, het elektrisch ecosysteem op de agenda te zetten en om de invloeden te bekijken van onze kunstmatige straling op dit natuurlijk oriëntatie- en communicatiesysteem van plant, boom en dier. Tot slot, met vele tienduizenden stralingsbewusten in Nederland, initiatieven tegen straling in meer dan 100 gemeentes, websites, Facebookgroepen en nu fysiek ook hier staan we samen voor onze grondrechten en vrijheden. Privacy, lichamelijke integriteit, vrijheid van gedachtenvorming. Mijn laatste vraag is aan jullie. Het algemeen belang, zijn wij dat niet samen? Of is het een onduidelijke entiteit boven ons, die ons dom houdt en voor ons bepaalt wat goed is? Op basis van angst en schuldgevoel, ons vervreemd van wat wij allen willen. Dank je wel. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Jeroen Pols. Ik ben een van de initiatiefnemers van Viruswaarheid. En ik wil het met u vandaag hebben over onze vrijheid, de rechtsstaat en vooral de spoedwet, zoals die genoemd wordt. En dat is een verhaal voor iedereen, of je nou voorstander of tegenstander bent van de maatregelen. Het gaat ons allemaal aan. We hebben te maken met een volledig geradicaliseerde overheid. De gevolgen daarvan merken we elke dag, elke uur, elke minuut, elke seconde. Het begon half maart. Van de een op de andere dag mochten wij helemaal niets meer. Iemand een hand geven? Verboden. Iemand omhelzen? Verboden. En iemand op bezoek? Verboden. Naar school? Verboden. Wandelen in het bos of de duinen? Verboden. Praatje op straat? Verboden. Een feest? Verboden. Naar de bioscoop? Verboden. Naar het theater? Verboden. Naar de kapper? Verboden. Je ouders bezoeken? Verboden. Vergaderen? Verboden. Demonstreren? Verboden. Jongeren die met anderen chillen? Verboden. Iemand dichter dan 1,5 meter benaderen? Ook verboden.
kortom, alles verboden. Er zijn maatregelen over ons uitgestort, waarover een consensus altijd bestaan heeft, dat die dusdanig schadelijk en dusdanig ethisch verwerpelijk zijn, dat men die eigenlijk nooit mag toepassen. En toch dachten onze beleidsmakers, dat is nou een goed plan. Mensen dachten, dit is tijdelijk. Weet u het nog? Wij moesten eerst wachten tot het R-getal onder 1 was. Het R-getal bleek alleen maar onder 1. Toen moesten we wachten tot de curve flat was. Toen moesten we wachten tot de IC-opnames onder de 700 waren. Toen moesten we wachten tot ze onder de 500 waren. En toen de IC's leeg waren, gingen we toen terug naar normaal? Nee! Wij moesten wachten op de tweede golf. En nu wachten we met z'n allen op een vaccin. Die 1,5 meter, die gaat voor altijd blijven als wij niet ingrijpen. Dit is het nieuwe normaal volgens onze beleidsmakers. Inmiddels hebben we zogenaamde versoepelingen. Onze vrijheden worden nu gebruikt om ons als kinderen te straffen en te belonen. Nou jongens, wat een vrijheid. Jullie mogen weer naar de sportschool. Maar wacht even, u mag niet douchen. Nee, die mag niet open. Jullie zijn stout geweest in het weekend. Nu moeten wij de touwtjes weer aantrekken. Ondernemingen, bedrijven, die mogen een beetje open. U mag een beetje open. Maar u moet 90% van uw klanten weigeren. Hele branches worden met absurde protocollen met de rug tegen de muur gezet. Het is te veel om te sterven, te weinig om te overleven. De gevolgen zijn ongekend. Veel mensen denken nog dat het meevalt. Maar mensen, het valt niet mee. De eerste 3 maanden, 330.000 extra werklozen. Een bericht in de Volkskrant gisteren. Tegen het einde van het jaar, 1 miljoen extra werklozen. De helft van de horecaondernemers failliet. Tientallen miljarden zijn er door onze beleidsmakers over de balk gegooid. Onze staatsschuld groeit hoger en sneller dan ooit tevoren. Patiënten hebben maandenlang geen behandelingen gehad. Jongeren zaten maandenlang thuis en mogen nu naar school in een hygiënecircus met absurde regels en pijlen in de gangen. Rechtbanken functioneren niet, overal en altijd beperkingen onder het mom van corona. Wij zitten gevangen in een absurd doolhof van plexiglas en mondkapjes. Wij worden dagelijks bedreigd met nieuwe maatregelen. Mondkapjes, gedwongen quarantaine, gedwongen testen, nieuwe sluitingen. En wat gaan we nog meer mee te maken hebben? Sluitingen van dorpen, steden, gebouwen. De media en de politici overschreeuwen elkaar met de meest draconische maatregelen. Maar nu, ligt er een wetsvoorstel. Die gaat deze totale waanzin tot wet verheffen. Maar ik ga eerst even terug naar het begin. Hoe zat het ook alweer? Onze grondrechten, die liggen vast in de grondwet. Als onze overheid die grondwetten wil inperken, dan kan dat in uitzonderlijke situaties. Maar wij hebben als burgers wel het recht om te weten waaruit die noodzaak bestaat. En of die überhaupt bestaat. Alleen in uitzonderlijke situaties en als dat noodzakelijk is. Maar waar is die uitzonderlijke situatie? Ik heb om me heen gekeken, ik zie niets schokkends. Dit zou de grootste ramp zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. Niemand om me heen werd ziek of stierf. Al in maart zei Van Dissel, het virus is niet dodelijker dan de griep. Het virus
is voor 98% van de bevolking geen gevaar. Dit zijn de woorden van Van Dissel. Ja, Piet! Ja, op individueel niveau is elk sterfgeval een ramp. Maar op macroniveau, corona is een vervelend virus. Ook ik kan morgen op intensive care belanden en ik kan sterven. Maar dat verandert mijn mening niet. Ik wil niet dat de samenleving opgeofferd wordt voor op een paar mensen die overlijden. Er zullen dit jaar niet meer mensen sterven dan andere jaren. In Duitsland zijn er minder mensen gestorven dit jaar. In Oostenrijk zijn er dit jaar meer mensen gestorven aan griep dan aan corona. En dat is een wereldwijde catastrofe. De enige ramp die wij kennen is sinds maart de maatregelen van De Jonge en Rutte. Wij hebben als burger het recht te weten waarom deze overheid deze besluiten neemt. Daarom hebben wij een rechtszaak aangespannen. Wij vroegen twee dingen. 1. Geeft u een onderbouwing van uw besluiten. Toon ons de noodzaak en laat zien welke afweging u gemaakt heeft. En nummer 2. Waarom houdt u zich niet aan de grondwettelijke weg om onze rechten in te perken? De regering heeft elke onderbouwing en elke verdediging geweigerd. Want wij hebben de beste deskundigen en het is een schande om te denken dat wij hun ter verantwoording kunnen roepen. Ongelooflijk! Maar in een rechtsstaat werkt dat niet zo. Een noodzaak bestaat niet omdat de beleidsmaker zegt dat er een noodzaak is. Een noodzaak moet aangetoond worden met feiten. Wij kregen geen antwoorden. Wat gebeurde er wel? Wij zijn door de media en de politiek weggezet als complotdenkers, recalcitrante randfiguren, onsolidaire ASO's, staatsgevaarlijk tuig. Wij zijn op één lijn gezet met terroristen, net als u trouwens. Wij zijn Nederland! Een groot deel van de samenleving heeft nog steeds niet door wat onze standpunten zijn. Ze weten alleen dat wij ASO's zijn. Alleen omdat wij de brutaliteit hebben om te vragen op basis waarvan onze grondrechten weggenomen worden. En omdat wij vinden dat Rutte en De Jonge zich aan de wet moeten houden. Een voormalig rechter van de Hoge Raad, meester Hammerstein, die noemde onze eisen in het NRC inhoudsloos geblaat van een stel schreeuwers. Wetenschappers en deskundigen die de brutaliteit hebben om het beleid van ons kabinet ter discussie te stellen, worden in de media afgemaakt. Er bestaat een enorme angst. De meesten houden hun mond en hopen dat de trein aan hun deur voorbij rijdt. Maar wanneer was het de laatste keer dat mensenrechtenactivisten weggezet werden als oproerkraaiers en asociale gekken? Sinds wanneer houdt de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid zich bezig met mensen die de rechtsstaat willen behouden? Dit is ongekend. Over het coronavirus mogen geen vragen gesteld worden. Nee, het is een verschrikkelijke ramp en dat is zo omdat wij dat zeggen. Het is een gedwongen staatsreligie geworden. Ik durf het zelfs een medisch fascisme te noemen. Onze levens zijn volledig in het teken gesteld van corona. Onze vrijheden zijn weggenomen voor corona. Onze toekomst is weggenomen voor corona.
ons plezier is weggenomen voor corona. Na de uitspraak in Den Haag vroeg ik mij af, bestaat die rechtsstaat wel of zijn wij in een dictatuur beland? Maar nu, na 5 maanden geregeerd te zijn met onrechtmatige decreten, wil het kabinet en het parlement proberen met grote snelheid de noodwet erdoor te jagen. Mensen, als deze wet aangenomen wordt, maak je borst maar nat. Ook hier misbruiken De Jonge en Rutte een bevoegdheid die zij helemaal niet hebben. De mogelijkheid om een noodwet te maken kan alleen als er sprake is van een uitzonderlijke situatie. De ziekenhuizen zijn leeg, de mortuaria zijn leeg, er is op dit moment niets aan de hand. Rutte en De Jonge gaan een permanente noodtoestand creëren. Voor als er misschien later iets gebeurt, maar daar is die wet helemaal niet voor bedoeld. De grondwet wordt opzij geschoven. En dat niet alleen. Het bestrijden van virussen is geregeld in de wet publieke gezondheid. Deze wet heeft maar 2 dringende maatregelen. Eerst is, als iemand besmet is, kan hij gedwongen in quarantaine gesteld worden. Hij heeft recht op een advocaat en de rechter moet daarover oordelen. Het tweede is dat een gebouw gesloten kan worden als dat besmet is. En deze wet kent geen sancties, kent geen straffen en dat is ook logisch. Als er echt een enge ziekte heerst, dan hoef je mensen niet te dwingen om thuis te blijven. Dat doen zij vanzelf. De mogelijkheid om gezonde mensen op te sluiten of in quarantaine te zetten, hebben wij niet, kennen wij niet en die wordt verzonnen door De Jonge en Rutte. En toch gaat dit in een wet vastgelegd worden. Deze wet geeft onvoorstelbare bevoegdheden en onze volksvertegenwoordigers staan er als klapvee bij. Of de PvdA, GroenLinks, CDA, SP, ChristenUnie en alle anderen, ze juichen Rutte toe. Niemand die opkomt voor onze rechten en vrijheden. Waar moeten we dan op stemmen? Niet alleen wordt allemaal verbeterd in de wet vastgelegd, ook krijgt De Jonge de bevoegdheden om zonder instemming van het parlement hele bedrijfssectoren, scholen, verpleeghuizen, gebouwen, openbare plaatsen, gebieden en inrichtingen naar eigen inzicht te sluiten. Beroepsverboden uit te vaardigen, demonstraties te verbieden, vergaderingen te verbieden en manifestaties te verbieden. Dan kennen wij nog de vangnetbepaling. Die is erin opgenomen, want stel je voor dat wij nog nieuwe maatregelen gaan bedenken waar wij nog niet aan gedacht hebben. Met deze vangnetbepaling, dat kan ik u nu al voorspellen, daar worden wij straks mee verplicht om in heel Nederland mondkapjes te dragen, om gedwongen in quarantaine te gaan en gedwongen getest te worden. Dat gaat realiteit worden. De straffen zijn in het wetsvoorstel flink verhoogd. De andere was niet hoog genoeg. Naar minimaal €444 tot duizenden euro. Tot een paar maanden hechtenis. Maar De Jonge heeft het met onze jongeren en onze kinderen goed voor. Want zij ontvangen van De Jonge een korting, een lagere boete van maar €104 en ze worden naar bureau hand gestuurd. Ouders, gaan jullie je kinderen uitleggen dat je kinderen crimineel zijn omdat ze te dicht bij hun vriendjes stonden? Ik ga dat niet doen. De geldigheid van deze voorgenomen wet is 6 maanden. Dat hebben ze teruggebracht van het eerste onderwerp van een jaar. Maar let op, de minister kan die wet
iedere keer met 2 maanden verlengen zonder instemming van het parlement. Dus dit is tijdelijk permanent. Deze wet is een juridisch gedrocht. Hier worden bevoegdheden uit de kast getoverd die helemaal niet bestaan. Onzekerheid en repressie wordt deel van ons dagelijk bestaan. Heeft u die supermarkteigenaar gezien in het oosten van het land? Die door overmacht van handhavers en politiemensen gesloten werd. Omdat hij het protocol niet goed gevolgd heeft. Deze man, als je zijn wanhoop ziet, een keihard werkende man, zijn winkel wordt gewoon gesloten. En met deze wet is dit onze toekomst. Angst, intimidatie, onzekerheid en repressie. Gaat allemaal deel uitmaken van ons dagelijks leven. Maar laten wij de vraag stellen, hoe is dit mogelijk? Hoe komt het dat dit zo ver gekomen is? Angst, we staan er toe. En daarvoor moeten wij ook zelf in de spiegel kijken. Wij hebben dit laten gebeuren. Wij zijn er goed van vertrouwen geweest. Niet iedereen had het in de gaten dat het afbreken van de grondrechten al jarenlang ingezet is. Iedere keer een stukje hier, een stukje daar. Vrijheid betekent namelijk de vrijheid om anders te zijn. De vrijheid om andere meningen te hebben. En de vrijheid om niet sympathiek te zijn. En juist mensen die vragen stellen en anders denken dan de massa, die krijgen het moeilijk. Mensen die op hun eigen manier willen leven, of nu boeren zijn, kunstenaars, kluizenaars, woonwagenkampen, alternatievelingen, andersdenkende, een samenleving heeft deze mensen nodig. Een land waar iedereen hetzelfde denkt, hetzelfde doet, is een land in stilstand. Van de vrijheid. Steeds een beetje verder dicht, tot hij nu helemaal dichtgedraaid wordt. Want hoe zit het ook alweer met die vrijheden? Die grondrechten, die zijn van ons. Die zijn niet van Rutte, die zijn niet van de jongen, die zijn van ons. Yeah. Wij hebben een afspraak met Rutte. Wij staan een klein deel van onze vrijheden af. Wij betalen belastingen en u handelt in ons belang. U houdt zich aan de grondwet en zorgt dat wij in een land van vrijheid kunnen leven en werken. Wij houden ons aan de wetten en de regels, maar u ook. Die grondrechten zijn ons kapitaal. Want kapitaal staat op een virtuele bank. Rutte mag er af en toe een beetje van wegnemen als hij het heel nodig heeft. En wij vertrouwden erop dat hij die mogelijkheid niet zou misbruiken. Hoe fout wij waren daar. Onze bewindslieden hebben gretig gebruik gemaakt van dit vertrouwen. Terrorismebedreiging? Nee, mijn vrijheid. Nee, mijn privacy. Ik heb niks te verbergen. Het is voor mijn veiligheid. Criminaliteit? Neem een beetje van mijn vrijheid, neem mijn privacy, het is voor mijn veiligheid. Okay. Klimaat, neem mijn vrijheid, het is voor goed doel. En nu, een virus, geef alle vrijheden maar. Ik ga het voor u regelen. Op 15 maart was de rekeningcourant van onze vrijheden van de een op de andere dag leeg. Rutte nam onze vrijheden met de belofte dat wij niet meer doodgaan. Wij gaan de hele samenleving stoppen om mensen die aan het einde van hun leven staan nog langer te laten leven. De valse beloftes zijn doorzichtig. Want dat kan namelijk helemaal niet. Wij gaan allemaal een keer dood. Daar kan een Rutte of de jongen niets aan veranderen. We worden geboren, we leven en we sterven. En dat doen wij al duizenden jaren zo. En dan die ouderen waar we het allemaal voor doen. Die ouderen die in eenzaamheid sterven. Omdat ze van Rutte en de jongen beschermd moeten worden.
hebben wij hun eigenlijk gevraagd wat ze er zelf van vinden. Dat jongeren hun leven moeten opgeven voor opa en oma. Dat zij een paar maanden langer leven. Ik spreek veel ouderen. Die gaan liever dood dan in deze omstandigheden verder te moeten leven en deze last op zich te moeten nemen. Onze ouderen gaan we onthouden. Het kabinet heeft alles genomen en wil nu nog meer. Maar een overheid die vrijheden wegneemt voor veiligheid, neemt ons in de maling. Een overheid die ons vertelt dat we niet meer doodgaan, spreekt niet de waarheid. Het is een kwakzalver die met dit soort beloftes een vals medicijn verkoopt. En dat was het wat 15 maart door mij heen ging. Ik dacht, wacht even, wat is hier aan de hand? De overheid heeft zichzelf de afgelopen 20 jaar steeds meer gepermitteerd. We worden bespied, onze gegevens worden verzameld, met camera's worden vervolgd, onze telefoongesprekken worden afgeluisterd, onze e-mails meegelezen en met logaritmes worden wij geprofileerd. En onze overheid heeft een tegenstelling gecreëerd tussen vrijheid en veiligheid. Maar dat is een tegenstelling die bestaat helemaal niet. Er is geen veiligheid zonder vrijheid. Dit is voor ons een hele kostbare les. Wij kunnen ons alleen veilig voelen in een land waar onze overheden onze rechten en onze vrijheden respecteren. Wij zijn pas vrij als de overheid ons alleen inmengt in ons privéleven, als het echt noodzakelijk is. Dat velen van ons dat nu beseft hebben, wat een rechtsstaat is, is een enorme luxe. Het is net als gezondheid. Je kent pas de waarde van de onschatbare waarde als die weg is. Onze rechtsstaten zijn opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Door mensen die geleerd hebben wat het is om onder tirannie te leven. Door de ervaringen van onze grootouders hebben we tientallen jaren in vrijheid geleefd. Een vrijheid en welvaart die nooit eerder gekend is. Dit zijn kostbare lessen die onze beleidsmakers vergeten hebben. Wij moeten daarom de ervaringen van afgelopen maanden koesteren. Dit zijn waardevolle ervaringen. Wij hebben geleerd wat het is om onze vrijheid te verliezen. Een overheid die alles dicteert, voelt niet veilig. Het geeft angst, stress, onveiligheid en onzekerheid. Daarom moeten we deze kans aangrijpen om onze grondrechten terug te claimen. Wij moeten eisen dat ze onze rechten respecteren. De rechtsstaat die jarenlang is uitgehold, moet hersteld worden. Bewegen zonder gevolg en bespied te worden. Wij moeten op straat kunnen lopen zonder lastig te gevallen te worden door de overheid. Wij moeten thuis onze gordijnen dicht kunnen trekken zonder dat de overheid in onze kamer meekijkt. Als wij een andere mening hebben, moeten wij dat kunnen uiten zonder bang te zijn. Als wij mensen willen aanraken, ontmoeten, omhelzen, moet dat kunnen zonder toestemming van de overheid, zonder bang te zijn voor handhavers. Onze rechten, en Rutte en de jongen moeten daar met hun vingers afblijven. Ja! Een rechtsstaat heeft constant onderhoud nodig. Het is een breekbaar goed. Het is te kostbaar om dat in handen van onze overheid te laten. Dat moeten we zelf doen. We staan nu op een kruispunt. Het is tijd voor verandering. Als we niets doen, gaat het verkeerd. Maar we kunnen het ook als een kans zien. We kunnen alles in een goede richting bewegen. In de richting van een samenleving waar problemen met menselijkheid opgelost worden en niet met straffen en prikjes. Menselijkheid!
Een samenleving waar men met onze medemensen met genegenheid en liefde helpen. Een samenleving waarin woorden als solidariteit, samen en sociaal weer betekenis krijgen. Een samenleving waarin transparant is wat de overheid doet en wil. Een overheid die onze belangen behartigt en niet die van een paar multinationals. Een samenleving waarin onze kinderen weer zorgeloos kunnen opgroeien zonder zich schuldig te voelen. Dat ze met hun vriendjes en vriendinnetjes kunnen rondhangen en chillen zonder bestraft toegesproken te worden. Zonder dat ze bestraft naar hand gestuurd worden. Een overheid die onze belastingcenten uitgeeft aan ziekenhuizen en scholen in plaats van miljarden te geven aan waardeloze PCR-tests en vaccins. Een overheid die ons niet verbiedt om ons eigen geld te verdienen. Een overheid die ons niet tegen elkaar uitspeelt en tegen elkaar opzet. Laten we vandaag beginnen. En we moeten ermee beginnen te voorkomen dat die spoedwet er komt. En we moeten dit samen doen. En iedere keer als er geknabbeld wordt aan onze vrijheid, moeten wij de vraag stellen. Klopt dat? Is dat zo? Wij mogen onze vrijheden nooit als vanzelfsprekend beschouwen. En dit kan alleen samen. Niet in samen en solidariteit van boetes, straffen en kliklijnen, maar samen en solidariteit en menselijkheid en liefde. Wij moeten onze medemensen die door propagandakanonnen in verwarring verkeren naar de realiteit terugbrengen. Ze zijn bang. Wij moeten hun uit de angst halen. Met liefde en geduld. Wij zijn de samenleving. De overheid kan niets als wij niets doen. Zij hebben geen macht zonder ons. En wij moeten de schade die aan onze samenleving is toegebracht door deze mensen beperken. Het gaat jaren duren om de economische, sociale en maatschappelijke schade te beperken. Wij moeten de verandering zijn. Zonder geweld, met liefde en waarheid. Laten we vandaag beginnen. Ik dank u voor het luisteren.
Hey mensen, ik heb nog even een huishoudelijke mededeling. Nee, dat bedoel ik niet. Jongen, drinken jullie wel genoeg water? Want de melk is... Dat is geen water. Drink genoeg water, pas een beetje van jullie zelf en dan gaan we nu weer verder. Nero, Boga, dames en heren, daarvoor het applaus. Hallo, ik ben Nero. Ik ben moleculair medisch analist met 15 jaar ervaring met de PCR-test. En daar wil ik wat over gaan vertellen. Ik heb jarenlang met PCR-testen gewerkt in diverse ziekenhuizen in Nederland. Ik zag direct de praktische en de technische moeilijkheden van de test om COVID-19 aan te tonen met PCR-test. Daarover heb ik contact opgenomen met viruswaarheid. Toen ben ik in een werkgroep laboratoria gekomen. Ik ben erin gaan verdiepen en ik kan jullie vertellen dat er geen hout komt van de PCR-test. Ik mag er niet veel over zeggen omdat er nog een rapport naar buiten komt. Kort gezegd dient een PCR-test als voorbewerking voor vervolgonderzoek waar de uiteindelijke uitslag op gedaan wordt en dat gebeurt nu niet. De uitslag wordt via de teststraten van de GGD direct op de PCR-test gedaan en dat is een schandalige gang van zaken. Ik wil als een bevlogen analist mijn verontwaardiging uitspreken over deze gang van zaken. Analisten van Nederland, regering van Nederland, het RIVM, de GGD. Ik sta hier om mijn verontwaardigheid en oprechte boosheid uit te spreken over het gebruik van een frauduleuze PCR-test voor de diagnostiek van COVID-19. Deze test is slecht opgezet en geeft geen betrouwbaar resultaat. Deze test geeft positieve resultaten waar die er niet zijn. En negatieve resultaten waar het SARS-CoV-2-virus er wel is, maar niet gedetecteerd wordt. Analisten van Nederland, ik vraag jullie om op te staan en eer van jullie vak te verdedigen. Wij hebben een bijzonder vak. Zonder de data en de meetresultaten van de analisten kan een arts zijn of haar werk niet doen. De arts vaart op de gegevens die het lab en de analisten aanleveren. Ons werk moet onberispelijk zijn, vrij van technische fouten en interpretatiefouten. Zo dicht bij de 100% nauwkeurigheid als we maar kunnen komen. De datazwendel met de COVID-19 PCR-test is een ontoelaatbaar smet op het laboratorium gedoe. Net als de moet de klinische diagnostiek betrouwbare feiten afleveren. Dat is onze taak. Maar wat gebeurt er? De data worden geproduceerd in afzonderlijke labs onder omstandigheden die de mensen overlaten. De data worden uitgelezen door het RIVM. De analist en de data zijn gescheiden. De analist die de test uitvoert krijgt geen feedback over hoe de test is gegaan. De persoon die de data uitlegt, leest, heeft geen weet van het voortraject. Er is geen enkele manier om het verloop van het traject te controleren. Als analist heb ik geen eens van Hippocrates af hoeven te leggen zoals de artsen. Maar ik voel zo'n eet om alleen het goede te doen wel. Diep van binnen in mijn hart. En bij iedere uitslag die ik afgeef, denk ik aan de patiënt die erachter zit. Die patiënt verdient het allerbeste. Maar met de COVID-19 diagnostiek krijgt hij dat niet. Ons vak is bedoeld om uitsluitsel te geven. De ziekte is wel of niet aanwezig. En als wij een uitsluitsel kunnen geven, dan zullen wij daar volstrekt eerlijk over zijn. Wij analisten geven niet altijd een leuk bericht, maar wel een betrouwbaar bericht. Ons vak is niet bedoeld om verwarring en angst te zaaien. Ons vak is niet bedoeld om beperkend beleid te implementeren op basis van onbetrouwbare gegevens. Het is misdadig om het analistenvak
te misbruiken om ondeugdelijk politiek beleid te implementeren. Mensen, er is geen tweede coronagolf. Er is een datagolf op basis van vals positieve testresultaten omdat de test niet klopt. En ik vraag alle analisten van Nederland om op te staan tegen het kapen van ons vak om dit wanbeleid mogelijk te maken. Ik roep het RIVM op om de data terug te geven aan de analisten en de data te laten uitlezen door de analisten die die data hebben geproduceerd. Ik roep het RIVM op om te stoppen met het nutteloos testen van gezonde mensen en een uitgebreide test aan te bieden met sequencing en serologisch onderzoek voor hen die dat echt nodig hebben. En jullie weten wat dat is, RIVM. Maar dat zijn er op dit moment niet zoveel, want er is een tweede golf. Alleen een dataswendel. Wat ik als doodgewone medische analist heb gedaan, is in technische termen niet buitengewoon. Als je weet waar je moet zoeken, is het niet zo heel ingewikkeld om die PCR-test te debunken. Wat wel buitengewoon is, is dat ik mezelf de autoriteit heb gegeven om de autoriteiten te checken. Je hoeft daar geen toestemming voor te vragen. Sterker nog, die toestemming ga je van de autoriteiten niet krijgen. Als democratisch burger in een rechtsstaat heb je altijd het recht om de autoriteit te controleren. Ik zou willen zeggen, het is je plicht om dat te doen, want macht corrodeert onvermijdelijk. Dan zal het systeem erop doorwerken in het beleid dat ons, burgers van Nederland, aangaat. Dus geef jezelf de toestemming om de autoriteiten te checken, want als wij het niet doen, doet niemand het. Autoriteit wordt je niet gegeven. Die kun je alleen maar zelf in eigendom nemen. Dus, als je jezelf die autoriteit durft te geven, dan kan een doodgewoon iemand buitengewone dingen bereiken. Denk niet, wie ben ik om dat te doen? Daar ben ik niet slim genoeg voor. Doe het, het is misschien niet perfect, maar goed genoeg om een sluitend verhaal te hebben. En wij moeten dat verhaal naar buiten brengen, want de autoriteiten doen het niet. Jaap van Dissel weet hiervan. Het Erasmus weet hiervan. Marion Koopmans weet hiervan. Het kabinet weet hiervan. En ze doen niets. Ze blijven doorgaan met gezonde mensen waddenstokken in de neus duwen. Frauduleuze labgegevens te produceren en maken ons wijs dat er een tweede golf is, dat het heel slecht gaat en dat we allemaal aan de schoolkorf moeten. Dat we onze contactgegevens open en bloot op straat moeten achterlaten als we een terrasje willen pikken. Dat we bang moeten zijn voor elkaar en anderhalve meter afstand moeten houden terwijl de ziekenhuizen en de IC's leeg zijn. Door mensen die onafhankelijk van elkaar doen wat ze is opgedragen. Het grootste kwaad in de wereld komt niet door de rotte appels alleen, maar door de mensen die hier omheen zaten en die geen vragen stelden. Die dachten, mijn naam is Haas. Schaap, ja. Mijn naam is Schaap. Dan weet je wat te doen. Schaap. Wie ben ik om mijn mond open te doen? De autoriteiten zijn klaar al in kamervragen aan de kant gevoeld over de frauduleuze PCR-test en ze doen niets. Dus, dit is een oproep aan alle doodgewone mensen, in doodgewone banen, in de medische zorg, de paramedische zorg, de geestelijke gezondheidszorg, om naar voren te stappen en je mond open te doen als je weet dat er iets niet klopt. Want van de hoge pieten hoef ik niet te hebben. Het komt nu op onze schouders neer. De PCR-test draait om geld en niet om volksgezondheid. En dit is ook een oproep aan alle gewone mensen om niet meer voor iedere snottebel naar de teststraat te rennen. Ja! Want als wij zeggen, ja, dag, stop je zaad lekker in je eigen en andere plekken ook, dan kunnen we dit krankzinnige systeem laten omvallen. Als wij zeggen, dag, meneer Hugo de Jonge, zoek het lekker uit met je verplichte quarantaine. En je verplichte contactonderzoek bij gezonde mensen, dan stort je deze vrouw als kaartenhuis in elkaar. Ja, ja, ja.
Als wij ophouden met elkaar te beschuldigen van potentieel besmettelijk te zijn en dan Max Schaap naar de teststraat rennen met ieder kuchje, dan is het klaar. Klaar, nee! Dan houdt hij op. En als die spoedweg eroverheen komt, wordt hij werkelijkheid. Dan kunnen we gevangen worden gehouden in een permanente noodtoestand tot er een vaccin is op basis van frauduleuze PCR-testen waar mensen toe worden verplicht deel aan te nemen. Dus, kabinet, RIVM, Rutte, De Jonge, Koopmans, Erasmus. Oplossen! Wij weten waar jullie mee bezig zijn en we hebben er geen spaander van heel gelaten. Het moet ophouden, kappen, klaar, uit. Met het opbraken van de infectiegegevens van maart, april, verkoudheidjes en artefacten. Gedegen diagnostiek voor hen die dat echt nodig hebben en kappen met experimenteren met mondkapjes, kappen met de anderhalve meter samenleving en kappen met gegevens achterlaten. Dus nogmaals, alle mensen in en om de zorg in Nederland die het gevoel hebben dat er iets niet klopt. Als je hier over een jaar of wat op terugkijkt, wil je dan onderdeel zijn geweest van het probleem of wil je onderdeel zijn geweest van de oplossing? Dank jullie wel, dat is leuk te zeggen. Yes, 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 yes. Onze volgende spreker is een arts. En deze arts die wil jullie graag iets vertellen. En er zijn niet heel veel artsen die de moed hebben. Mag ik jullie voorstellen? Mevrouw F. de Klerk. Elke F. de Klerk. Arts. Hier op dit Malieveld omsingeld door onze geliefde politiekrachten. Fijn dat jullie hier zijn. En ik hoop dat we elkaar vooral allemaal lief hebben en respecteren. Onder deze zware druk komt de waarheid naar boven. Woorden krijgen weer kracht door deze fantastische kans, deze potentieel bekronende crisis. Laat ons vooral zien hoe ongelooflijk ver we in de hoek van ons universum gedreven zijn. Ik zie een soort kubus vormen waar we met 7 miljard mensen en zielen in één klein hoekje zitten, in het nauw gedreven, benauwd, beknot, beperkt, bepaald en straks allemaal een shot. No way! No fucking way! Oké, goed zo. Onze ouders en grootouders zijn vaak zwaar getraumatiseerd geweest door de wereldoorlog van de vorige eeuw. En zij zijn in een zorgvuldig geconstrueerd systeem gelokt. Een systeem van schijnbare veiligheid en vrijheid. Nu zitten wij volledig gelokt. En wordt dat systeem volledig zichtbaar. Even mijn briefjes. Zo. Maar ik wil eigenlijk zeggen dat ik denk dat het game over is nu.
vandaag. We, the people, nemen het nu terug over. Wij hebben de power. En als dokters, politiemensen, verpleegsters, ME'ers, juristen, rechters, managers, ondernemers, allemaal morgen zeggen dat ze stoppen met de medewerking en deze regels. Dan is het voorbij. Klaar. Dan zijn wij. Stoppen met pesten! Stoppen! Stoppen! Ik wil ook al die mensen die ik net opnoemde: rechters, dokters, advocaten, managers. Zusters, verpleegsters, iedereen mag vragen stellen. Ik wil jullie oproepen om je eigen onderzoek te doen. Zeker artsen en rechters zijn daarvoor opgeleid. En je moet de realiteit onderzoeken, denk ik. En dan herken je op een gegeven moment de waarheid. Yes. Ja. All lives matter. Ja. Ik wil muziek. Ik wil muziek. Where we go one, we go all. Yes! Yo quiero hacer también un
un parlante in spagnolo. Soy española también. Hela. Y para la gente española, mi familia en España, mi padre, mis hermanos, yo quiero decir que tenemos que pensar nos mismos por estar en la verdad. Y yo quiero decir a todos los médicos que han organizado una manifestación en Madrid el mes pasado con 400 personas, doctores, científicos, y yo quiero decirles que estoy aquí y que estamos todos en eso y que nos vamos a unir todo y a todo el mundo. Et aussi pour les Français, parce que c'est important aussi. Je sais qu'ils sont très, très, très réveillés depuis très, très longtemps. Ils savent très bien que les vaccins, c'est très mauvais pour les gosses, déjà. Guylain Lanto, elle a écrit un livre s'appelle « La mafia médicale ». La mafia médicale, voilà. Il faut tous lire ça et on comprendra. Ok. Skid up. In the song, I go back to English now. In the song, the lyrics say, the piper is calling you to join him. And I never understood the piper is calling you to join him. Your head is humming. But now I understand, actually the piper is the whistleblower. It's the whistleblower. So if we all call the tune, us united, when all are one and one is all, we have the power to bring back the fire in the heart of everybody. So work. Don't stop. Okay? I love you very much. Thank you. Oké, mensen, nu gaan we door naar de volgende spreker. Jullie hebben er vast wel eens van gehoord, of misschien het gevoel gehad, dat hun oorlog reeds verloren is. Goedemiddag, dames en heren. Wat fijn dat u in deze verzengende hitte naar Den Haag bent gekomen. Ik heb het genoegen om hier dichtbij een kantoor te hebben. Ik zal hem iets dichterbij houden. En u heeft mij ooit horen zeggen dat ik geen voorstander ben van demonstreren. Maar toen Ferdinand mij belde met de opmerking, dit is een verbindingsdag, dan zeg ik natuurlijk, ja, dan kom ik. Sowieso. Want het is uw bereidheid om te verbinden met wie u zelf bent en de andere mensen om u heen. En waarschijnlijk met de belangen van uw dierbaren en het land waar u van houdt en de wereld waar u van houdt. Die ervoor zorgen dat u een vrije zaterdag opoffert om hier naartoe te komen. En met elkaar te zeggen, wat is er nou eigenlijk aan de hand in Nederland? En wat ik graag met u zou willen doen, is misschien wat ongebruikelijk. Want ik wil wel eens een beetje formeel zijn en ik wil wel eens een beetje belerend zijn. En ik ken alle kritieken en die zijn ook allemaal helemaal terecht.
want ik ben ook maar een amateur. Overigens, net zoals die jongens die daar hier zeggen dat ze onze regering zijn, dat zijn ook amateurs. Sowieso! Dus ik geef ze het voordeel van de twijfel en ik hoop gewoon dat het onkunde is en geen onwil. Maar daar kunnen we zo onze vraagtekens bij zetten. Dat doen we een andere keer, want we zijn hier vandaag op een hele bijzondere dag in Den Haag. En ik denk dat niet heel veel mensen zich gerealiseerd hebben dat het vandaag 15 augustus 2020 is. En 15 augustus is een bijzondere dag, want exact 75 jaar geleden, exact 75 jaar geleden vandaag, eindigde de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied. Dat was een officieel moment waarvan men zei zo, nu is de oorlog op Nederlands grondgebied geëindigd. Maar toen begon de volgende onderdrukking en de volgende ellende voor heel veel mensen aan deze kant van de wereld en aan de andere kant van de wereld. En wat ik heel erg graag van u zou wensen, en ik hoop dat ik dat mag verzoeken van u, is ik zou iets willen doen wat vandaag niet mag. Er is namelijk een officiële herdenking van alle doden en mensen die gesneuveld zijn en gestorven zijn voor de vrijheid. Maar bij die dodenherdenking mogen geen mensen aanwezig zijn vanwege de regels van onze nieuwe onderdrukkers. En die spoedwet die daar aankomt, en meneer Pols heeft het daarover gehad, dat is... Ik ben dan helaas jurist, het spijt me, is een gedrocht van een wet. Echt waar, het is gruwelijk. Maar die wet is nog niet van kracht. U staat hier, dicht bij elkaar, en ik vermoed dat er heel weinig mensen met klachten de komende weken op een intensive care afdeling zullen belanden. We are die hard! En als jurist zeggen wij altijd wie stelt moet bewijzen. Nou, u bent het levende bewijs. Wow! Over die zogenaamde onzinbesmettelijkheid waardoor al uw vrijheden worden afgepakt. Maar, omdat wij ons kunnen verbinden met elkaar. En omdat ik degene die onze onderdrukkers zijn. En daarover zal ik zo meteen nog iets anders vertellen. En ik hoop daarbij op uw hulp. Zou ik van u één ding willen vragen. Zou u, plaatsvervangend, omdat u wel verstand heeft en omdat u wel een hart heeft, zou u met mij samen 1 minuut stilte in acht willen houden voor iedereen die in de afgelopen 75 jaar en tijdens die verschrikkelijke oorlog, die ook al barstens vol propaganda en leugens zat, zou u met mij 1 minuut stil willen zijn voor iedereen die zijn leven heeft gegeven voor onze vrijheid. En ik zal u 1 ding zeggen. Ik eer hen louter door u te beloven dat ik bereid ben te sterven voor uw vrijheid. Vrijheid! En dan vraag ik u nu 1 minuut stilte voor iedereen die dat offer reeds heeft gelegd voor ons. Dank u wel.
Dank u wel. Ja! Van mensen die hier aanwezig zijn en zich daartoe geroepen voelen. Want ik ben jurist, dus ik kan stukken schrijven. Ik ben de afgelopen tijd een vorm van journalist geworden, dus ik kan vragen stellen. Maar heel veel mensen benaderen ons en vragen ons, wat kunnen we doen? En op deze dag van de verbinding ga ik iets uitspreken, wat ik op een formulier heb. Daar heb ik er 300 van gedrukt. Een vriend en een collega van mij en een dame die staan links en rechts en die hebben 300 exemplaren. Wie hier een exemplaar van wil hebben van dit document wat ik ga voorlezen, die kan dat zo ophalen. En daar staat een hele korte instructie op. Want aan de randen van dit veld staan agenten en op dit moment geen militairen. En voor hen heb ik het volgende geschreven, want zij zijn degene voor wie we het ook moeten doen. Dus geeft u mij een moment. Beste handhaver van de wet, agent of militair, dienaar van het Nederlandse volk. Ook voor u, als mens verscholen in het uniform, is het van belang te denken en vooral te voelen deze woorden van diepe liefde die ik u toespreek. De wetten die u uitvoert worden aangepast voor de belangen van een kleine groep. De bevolking die u zegt te dienen, agent of militair, wordt door die zogenaamde elite uitgemolken, dom gehouden of dom gemaakt en gezien als onderpand, product of nutteloos vlees. Mensenlevens zijn voor hen statistiek en uit te drukken in economische waarde. Ook u, met uw veel te lage salaris voor uw zo belangrijke werk, wordt gezien als kostenpost. Momenteel bent u agent of militair nog noodzakelijk, maar ook u wordt vervangen door computers en systemen. U geeft aan alleen maar uw werk te doen, indien gevraagd naar het waarom. Maar ontslaat dit u en uw ziel werkelijk van de verantwoordelijkheid om zelf na te denken? U zal samen met zorgpersoneel bij de eersten zijn die geïnjecteerd worden met een vaccin dat onmogelijk kan dienen tot bescherming tegen een virus dat vrijwel direct muteert. U bent daarmee feitelijk een proefkonijn. Joost mag weten met welke ellende de naalden zijn gevuld die uw aderen zullen doordringen. Wij adviseren u, lees de bijsluiter voor gebruik. Wij maken ons zorgen om onze vrijheden, maar juist ook om de uwe. Wij bekommeren ons ook om uw toekomstige gezondheid en indien u ze heeft, om uw kinderen en uw toekomst. Wij voelen met u mee, met uw ziel en met uw lichamelijke gezondheid, welke bedreigd worden door dezelfde mensen die u zegt te dienen en die u kunnen inzetten omdat zij met bijgedrukt en gestolen geld uw schamele salaris iedere maand betalen. Wij voelen met u mee de korte pijn die u zal ervaren van het prikje, maar de lange termijn pijn die daarop zal volgen. Wij voelen met u mee tijdens uw ziekte na injectie en met de eventuele dood van collega's na injectie. Ook wij wilden niet zomaar accepteren dat onze overheid het slechte met ons voor had. Maar na alles, alle leugens van de afgelopen maanden kunnen wij niet anders concluderen. U dient een tiran. U bent de sterke arm van een kwaadwillende entiteit.
door! Vraagt u, agent en militair, zich af wie u dienen wil. Wij vragen van u iets ingewikkelds, namelijk om de weg van het geweten te bewandelen. Tijdens die reis wensen wij u, agent of militair, veel succes. En wij spreken onze overtuiging uit dat u de juiste keuzes zal maken. Hoewel wij ons door u onderdrukt en bedreigd voelen, omdat u de tiran dient die zijn kracht ontleent aan duistere praktijken, waarvan u ook zou walgen als u het bewijs zou zien, spreken wij naar u, de mens achter het uniform van angst, onze liefde en eeuwige vriendschap uit. Wij geven om u, wij vragen u, leg uw uniform af. Bescherm uzelf, bescherm ons. Dank u wel. Wij vergeven hen die ons kwaad doen. Wij bieden u onze dankbaarheid, respect en liefde aan. Wees voorzichtig met uzelf, met uw dierbaren en met ons. Alsjeblieft. Namaste! Namaste! Dank u wel nog een keer. Namaste! Het is me wat. Nog een applausje voor Sven. Ja, ik kon het even bijkomen. Waar zijn die pakken? Ik zie ook dat jullie het interesse voor Sven en naar voren gekomen zijn. Ik wil voor een laatste keer vragen om nog weer naar achteren te gaan, want de linie is erachter. Ik moet zeggen, anders word ik afgebroken. Doe nog één keer een stap naar achter allemaal, ook de achterste linie maakt wat ruimte vrij. En dan geef ik nu de microfoon aan Marije. Sekswerker, ik mag het gewoon. No problem, we zijn allemaal sekswerkers. Nou, we zijn een sekswerker. Welkom hier op de Marijeveld. Welkom zelf hoor. Mijn naam is Marije en ik ben de eerste medicijnvrije huisarts. Of ik ben jouw begeleider. Ik begrijp niet verkeerd, ik hou van medicijnen. Medicijnen hebben ook een plek in deze wereld. Absoluut. Maar ik weet iets beters. De heksenjacht is nooit gestopt. Onze aarde, energie en bewustzijn zijn altijd vijand geweest. Zijn altijd achtervolgd. Het is niet gestopt. Maar laten wij die vrijheid om te ademen, laten wij die houden. En ik spreek niet alleen tegen jullie. Ik spreek ook tegen de mensen in de schaduw. En ik spreek ook tegen de mensen die dit niet op dit moment, hier live, maar op een later moment terugzien. Laten we het met z'n allen doen. Laten we die vrijheid van ademhaling gebruiken. Laten we allemaal eventjes onze hand op de onderbuik leggen. En als je er nog geen vrij hebt, leg die op je hart en laat het met z'n allen doen. Adem in. En laat wat spanning en stress los. Nog een keer. Adem in, maak het stil van binnen. Adem uit, laat alle stress en spanning los.
adem in, maak het heel stil van binnen. En adem uit. Kom helemaal terug bij jezelf. Want in jezelf, in onszelf, in meer dan het fysieke lijf wat je bent, daar zit oneindige vrijheid. En die oneindige vrijheid, daar ben je mee geboren. En dat is jouw geboorterecht. Nu en altijd. Dank jullie wel. Keep going, guys. We have already won. We have already won. Namaste! Bedankt jezelf. Oké, dames en heren, tijd voor onze laatste grote spreker. We hebben hem voor het laatst bewaard. Het is niemand minder dan de oprichter van de andere krant, Sander Kompanjer. Bedankt, bedankt. Aan het einde van deze dag, al we zoveel geleerd hebben, dacht ik nog wel iets willen gaan zeggen over hoe nu verder. Misschien wel de moeilijkste vraag die voor ons ligt. Vandaag op dit veld voelen we ons gedeelde doel. Ondanks alle verschillen zijn 40 organisaties samengekomen. Die erkennen dat we veel meer overeenkomst hebben. Dat het ons veel meer verbindt dan dat wat ons scheidt. Het stoppen van de spoedwet is slechts een eerste stap in een grote verandering die we zullen gaan doormaken. Een verandering waarvan wij weten dat die al lang is ingezet en onomkeerbaar is. Na eeuwen van oorlog, onderdrukking, corruptie, breekt er een nieuwe tijd aan. En ja, het systeem dat op zijn laatste benen staat, maakt gekke bokkensprongen. En in de toekomst zal met verbazing teruggekeken worden op deze periode. En de keuzes die we nu maken, die zullen voor een hele lange periode beslissend zijn. Zoals iedereen hier weet, kunnen we niets verwachten van de bestaande instituties. Ingegraven in hun gelijk, hun geldzucht. Dat alles van waarde waardeloos maakt. Hun corruptie en hun misdaad. Hun ego's en hun reputaties. We gaan deze instituties niet bevechten. Geven geen energie aan een failliet systeem. Maar we gaan bouwen. De aanleiding dat we hier zijn is de spoedwet. Maar dat is tegelijkertijd de slechtste symbool. Samen staan we voor de meest bijzondere taak om aan een nieuwe wereld te gaan bouwen. Een taak zonder president. President. Een taak waar ik vaak energie van krijg en die soms ook moedeloos maakt. Wie weet hoe dat moet? Hoe werkt dat? Een nieuwe samenleving bouwen. We zullen blijven manifesteren. Momenten als deze zullen blijven komen. Maar we gaan de samenleving niet veranderen op een plein. We gaan hem niet veranderen met tochten, met stakingen, met manifestaties of achter een computer. Maar hoe dan? Geen idee. Beginnen bij het begin. Iedereen hier heeft zijn eigen rol in de reële wereld om zijn taak te spelen. We zullen alle denkkracht, alle creativiteit, alle enthousiasme en alle liefde nodig hebben om dit samen voor elkaar te krijgen. En dan de vraag, hoe dan? Qua de media heb ik in ieder geval al een idee. We zijn ondertussen een eind op weg. De andere krant is de grootste krant van Nederland geworden. Er zijn talloze nieuwe en bestaande media-initiatieven aan het ontstaan. Komende week volgt de oprichting van de Vereniging voor Vrije Journalisten. En de reguliere media, de oude media, laat ze. Laat ze leven in hun droomwereld waar complotten niet bestaan en waar het geld dicteert. Laat de sterfhuisconstructie zijn werk doen. En naast de media, heel veel ideeën die mij toegespeeld zijn van wat kunnen we doen, wat moeten we doen de komende periode. Ideeën voor de korte termijn. We zullen met z'n allen de staat ontmoeten. Niet alleen hier samen, maar juist die mensen ontmoeten voor wie het nog nieuw is. Met kranten, flyers, heel veel liefde. We zullen en groep de trein in moeten gaan stappen, zonder melkkorf. Fuck die melkkorf! Meteen uit deze demonstratie kan een mooi eerste moment zijn. We laten ons onze duurstof niet ontnemen. We laten ons niet melkorven.
We zullen schoolbesturen, ouderraden moeten gaan aanspreken. Hun wijzen op de maatregelen die ze nemen, die onze kinderen schaden. We moeten brieven gaan sturen, die brieven moeten gedeeld worden. Gebruik alle methodes die iedereen daarvoor heeft. Durf je uit te spreken, iedereen. Hier staan heel veel mensen, waarschijnlijk veel mensen hier op het veld ook al. Maar iedereen zal zich moeten gaan uitspreken. En terwijl we dat doen, moeten we ook beseffen dat de reden van de negatieve reacties gevoed zijn door angst. Ja. Mensen zijn bang, want wij laten hun zien dat de instituties waarop ze denken te kunnen vertrouwen, de overheid waarop ze denken te kunnen vertrouwen, dat die niet te vertrouwen is. En dat ze op zichzelf moeten gaan vertrouwen. We zullen met plaatselijke groepen belteams moeten gaan maken, mailteams. We gaan het RIVM, we gaan het GGD plat bellen en mailen. We eisen dat ze de data geven waarop, op basis waarvan ze de beslissingen nemen die ze nemen. We eisen de ingrediënten van de vaccinaties die ze ons willen laten toedienen. Ja. Ja. Waarheid! Organiseer je lokaal. Er zijn al heel veel lokale initiatieven. Ook met de krant, met de distributie merken we. Al die mensen ontmoeten elkaar en die organiseren zich. Zorg dat je elkaar leert kennen. Nodig elkaar uit. Organiseer huiskamersessies. We hebben ook heel veel verdriet te verwerken in deze periode. Daar moeten we elkaar ruimte voor geven. Steun ondernemers die getroffen worden. En laat eens groot bedrijf, de multinational, links liggen. Yeah. Ga de deur uit zonder mobiele telefoon. De controlemaatschappij kan alleen bestaan omdat wij hem faciliteren. Ik zou hem eerst een voorstel willen geven, de smartphone-loze woensdag. Als wij dat met z'n allen doen, dan breken we de systemen. Betaal contant, spreek winkeliers die dat niet accepteren aan. En we gaan het over. En we gaan het moment meemaken binnenkort, wat we ook doen. Dat een overheid tegen ons gaat zeggen, jullie mogen niet meer naar buiten. Op die avond ga ik de straat op, ga ik pikken, ga ik flaneren. We blijven net zo lang buiten tot die lockdown weer gestopt is. Dat is in andere landen gelukt en dat kunnen wij ook. En verder aan ons allemaal, adem zoals het net geleerd is, neem een koude douche. Zorg voor je eigen immuniteit, laat ons een voorbeeld van gezondheid worden. Ook daarmee maken we de farma werkeloos. Leg tuinen aan, kweek je eten, maak collectieven. En stop met meewerken bij instituties die ons niet dienen. Dat zijn geen banen, dat is collaboratie. Dat is ingewikkeld, Nelleke heeft het hier laten zien vandaag. Ook daarin moeten we elkaar steunen. Per 1 januari stoppen we ons met onze zorgverzekering en gaan we met elkaar verzekeren. We laten ons niet dwingen in een contract, dat is onrechtmatig. Dit zijn een aantal ideeën, we gaan deze ideeën publiceren, we gaan een omgeving creëren waarin deze ideeën staan, maar waarin iedereen zijn en haar ideeën kan neerzetten, zodat we van elkaar weten wat er allemaal gebeurt. Kweek wiet, allemaal onze eigen wietplant in de tuin. Dat is een hele illegale mentaliteit, dus is meteen voorbij. En tenslotte nog wil ik nog dit zeggen. Een hele bekende uitspraak is, the next revolution will not be televised. Vaak wordt gedacht omdat de media niet kan opdagen, maar de media, dat zijn wij. De reden dat die revolutie niet op tv komt, is omdat het een revolutie in ons is, in onszelf is. Het is een revolutie waarin wij worden uitgenodigd om te veranderen, bewust te worden, onze persoonlijke en collectieve trauma's te helen. Te weten van liefde, overvloed en co-creatie. Droom met me mee van een wereld, zo mooi als de onze. Waar we dan al onze denkkracht, creativiteit, humaniteit aanwenden om een aardparadijs te maken. Laat het inzinken, hoe mooi kan dat worden en hoe mooi gaat dat worden. Ik weet dat die wereld gaat komen en ik ga hem meemaken. De realiteit van alle dag als we hier weer vertrekken, die is nog anders. Veel Nederlanders die hebben nog geen idee van wat er te gebeuren staat. Maar zij gaan het meemaken. Wij gaan het doen en wij zijn niet te stoppen. Yes!
Bedankt. Ik heb hier een meisje naast mij staan, die ken ik al wel een tijdje. We hebben al een contact gehad over wat dingen. En ze heeft namelijk een liedje gemaakt over vrijheid. Mag ik jullie voorstellen aan Freedom a Bitch? Yeah. Yes, yes. Ilitia! Ilitia! Mijn naam is Ilitia, ik ben hier met Mystic Simon. We hebben een liedje gemaakt over de gekte die er op dit moment gaande is. Hij staat op YouTube, zoek Freedom Bitch. Hij staat op Spotify. Zoek hem, luister hem, deel hem. En de boodschap is eigenlijk vrijheid. Men kan doen wat ze proberen om jouw vrijheid te beperken. Maar uiteindelijk ben jij de baas van hoe jij je voelt, van wat jij denkt in je hoofd. En laat ze dat je vooral niet afneemt. Dus, zoek een ruimte op en laat het even lekker gaan bewegen. Dit is Freedom Bitch. Jij nog een keer in de haag, dan?
Met die handjes en met z'n allen. Hoop, 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 hoop. Now fucking alone again.